Het is afzien geblazen voor de wielrensters in de klimaatkamer op Papendal. Mirjam Melgers fietste vorig jaar al in Beijing. Zij weet hoe het daar is. Zo gauw je de airco van je hotel verlaat, dan wordt het meteen plakkerig. En ook als je gewoon niks doet. Dus ja, je kunt je voorstellen wanneer je een topprestatie moet leveren. Wordt een heel ander verhaal. Er zijn zelfs waardes vorig jaar gemeten in de zomer van rond de gevoelstemperatuur van rond de 50 graden. Waar begin je aan? Ja. Ja, je moet ook niet alles van tevoren weten. Het is gewoon heel erg zwaar hier in deze omstandigheden. Ja, mocht het enigszins lijken op wat we gaan aantreffen in Beijing, dan is het wel waard. Ja. De Olympische Spelen op zichzelf zijn natuurlijk al een geweldige bijzonderheid. En daaraan alleen al heb je een aantal dagen nodig om te wennen. En we hopen ze hier, maar in ieder geval het klimaatgedeelte, dat ze daar al aan gewend zijn. 8 jaar geleden was Leontien van Moorsel de kopvrouw op de weg. Nu in China is Marianne Vos de troefkaart van de Oranje Vrouwen. Ben jij bereid om te werken voor Marianne Vos? Mocht het zo zijn dat we een klein groepje bovenaan die klim zitten de laatste keer, ja. Dus we willen gewoon natuurlijk gewoon goud halen. En het hoeft geen uitleg dat Marianne gewoon een absolute top is. Dus. Maar ook met Melgers gaat het steeds beter. Bijna 2 jaar geleden maakte ze een zware val. Ze is nu weer één van de toprensters van ons land. De Olympische Spelen van Londen over 4 jaar zijn te ver weg. Maar Melgers plakt er na dit jaar waarschijnlijk nog een seizoen aan vast. Ik win weer en ik doe weer mee. En dan is het ineens natuurlijk alweer heel wat anders. Dat is wel waar ik voor fiets en niet voor minder. Nee, het is allemaal lood en loodsparen als ik jou zo zie. Ja, dit hier wel, ja. Ja, daar ook begrijp ik dus. Ik trek mijn beste gezicht op, dan zien jullie het allemaal niet, maar nee, lukt niet.